Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij LOL in Disney Club aflevering 47 als ik me niet vergis. En dit is dan ook weer de eerste nieuwe video van 2016. Het is 4 januari, school is terug begonnen, helaas pindakaas. Maar we moeten ons er maar bij neerleggen. We gaan dus beginnen met een nieuw seizoen, is het niet, maar ja, ik zal het wel even seizoen noemen, van Disneycraft. En eens en vooral wil ik iedereen nog even een gelukkig nieuwjaar wensen. Momenteel is de show op het kasteel bezig, die moet ik eigenlijk nog altijd kijken, opnemen, eventueel met dingetjes, met audio, want die moet ik nog altijd kijken. Maar we staan hier bij het Crew House, omdat ik dus inderdaad over die wijzigingen heb gepraat. Van de crew rangs, dus we gaan ze eventjes overlopen bij deze. Rens is nog altijd hoofdthematisering. Dan hebben we Irma, hoofdarchitectuur. Edwin, dat is een nieuwe, dat is Le Quark. Die is momenteel ook online. Nee, hij is offline. Net was hij online denk ik, toch? Of niet? Ja, net was hij... Ah, hij is offline gaan. Dan hebben we dus Edwin, dat is dus de manager-ontwikkelaar. Dan hebben we Webmick, Mick, hoofdprojecten. Jeffrey, hoofdthematisering, Pieter, hoofdtechniek, Kevin, hoofddesign. Dan hebben we een vakant. Ik weet nog niet of die al ondertussen open staat. Dan hebben we Robin, die is dus naar serverzaken, directeur serverzaken gegaan. Leroy is de algemeen directeur. Joe is de directeur parkzaken. Wessel is nog altijd hoofd webzaken. Rick, manager architectuur. Tim is manager van de projecten. En het komt van de show dit. Dus... dan hebben we Vincent, die is hoofd entertainment. Hazel is manager entertainment. Bram is gastservice. En Martijn, die is manager design. Oké, ondertussen is de show afgelopen. Dus we kunnen normaal gezien door het kasteel heen. Ik moet de show dus nog altijd kijken en opnemen, jongens. Ik ga hem opnemen en uploaden op mijn kanaal. Die komt er dus nog met de audio. Komt die dus online. Ja, we zullen wel zien wat er gaat nog komen. Maar de winter is dus, ja, ik weet niet voor hoe lang de wintermap nog in Disneycraft zelf blijft. Maar ja, wat zullen we vanzelf wel achterkomen wanneer dat die weggaat. We hebben uiteraard weer vuurwerk gekregen en ik heb weer te veel over. En helaas kunnen we niet meer afsteken. Dus dat wordt bijhouden. Gewoon wat items bijhouden. Maar als het te gaat storen of te veel dingen zijn, dan gaat het eruit uiteraard. Want dan moet plaats hebben voor items en unieke items. Zoals eventueel een derde taart. Ik heb er al twee, dus van de eerste en de tweede verjaardag. En nu hebben we dus... heb ik er twee. En een derde, wie weet als hij er ooit komt. Maar ik weet, dit is nog altijd niet af. Nog niet, altijd niet. De technische ruimte is nog niet af. Oké, wat we gaan doen is gewoon wat attractietjes bezoeken. Dus laat ik even naar de hub gaan. Welke attracties gaan we bezoeken? We gaan als lijstje eventjes kijken. De nieuwe hebben we dus gedaan. Momenteel is die kapot. Er is een heel erg... dat is een groot probleem, heb ik vernomen. Dus een, helaas ligt die eruit. Rivercraft hebben we toch al gedaan. Teleut is kapot. Toy Story moeten we nog doen. Wat is open? Peter Pan's Flight hebben we gedaan. De ondergang hebben we nog niet gedaan. Laat ik kijken voor de Atlantica. Er is niemand online die ik ken. Dus laat ik hem vragen. Wilt er iemand de Atlantica openen? Zo. We hebben deze volgens mij dus nog niet gedaan. Maar ja. De Atlantica heeft dus... Atlantica Adventure maakt gebruik van speciaal gemaakte baanverwarming. Dat is wel leuk. Dan vind ik wel jammer dat ze dat niet hebben ingebouwd bij de Rivercraft. Misschien komt dat nog, misschien was het geld op. Wie weet. We wachten nog heel eventjes tot hij open gaat. Waarom is hij nu weg? Oh, hij is er toch nog. Goed. We wachten op het karretje van de Atlantica. Atlantica is dus een wildwaterbaan en een best lange jongens. Dit is geen korte baan. Ja, maar niet vergelijkbaar met de Rivercraft. Integendeel.
Dit is een veel langere baan. Dus we gaan eens even kijken. Ik heb hem al vaker gedaan. Ik was ook bij de opening. Die staat ook op mijn kanaal volgens mij. Opening, special ding. Maar ik was er dus ook bij de opening. Ik vond het een heel erg leuke ding. Het is nog altijd iemand een leuke. Ik vind het nog altijd een leuke attracties. Attentie, attentie. We verzoeken u het gebouw te verlaten. Oh, het brandalarm gaat af. Het brandalarm gaat af. Oh, ik zit in een attractie. Zet. Ze zijn weer op de oude server aan het spelen, jongens. Het brandalarm gaat af. Ik zit in een attractie, dus dat gaat een beetje moeilijk. Het brandalarm gaat weer blijkbaar af. Ja, attentie, attentie. Verzoeken u het gebouw te verlaten via de uitgang of nooduitgang. Ja, er is brand. Oké. In het kasteel. Vrouwen en beren eerst. Oké, maar de Atlantica is, zoals ik net zei, een boomstam attractie. En een redelijk lange. Hij heeft twee drops. Dus we gaan de eerste drop doen waar we net zijn bijgekomen. Dus die zagen we al. En de tweede drop, die kunnen we niet zien. Die zit ergens achterin. Dus die kunnen we niet zien. Die, ja, ik weet niet of je hem wel, misschien kan je hem wel zien, maar dan moet je bij de platengrotten gaan kijken. Dan is het misschien mogelijk dat je hem ziet. Ik weet het niet, ik heb het nog niet bekeken. Maar er is dus nogmaals brand, de alarm gaat af. Atlantica, ja, ik ben ook bezig met de opname en ik zit erin, dus puh. Lekker puh. Oké. We gaan terug naar binnen. Hier is het water dus mooi ontdooid en we gaan dadelijk de eerste lift hill op om dus te gaan splashen daarna. Met water is bevroren, dus ik weet niet of het überhaupt wel kan splashen nu. Maar ja, de rest is een baanverwarming, daar is de lift hill. Er zitten wat krokodilletjes naar ons te loeren. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat jullie trouwens ook een fijne nieuwjaar hebben gehad en ook met leuk vuurwerk. Ik heb helaas geen opnames van het vuurwerk gemaakt zoals vorig jaar. Ben ik eigenlijk soort van een beetje vergeten, maar ik was ook zelf aan het afsteken. Dus eigenlijk had ik er niet dingen de tijd voor om afsteken en dan staan de camera aan te stoppen, aan te zetten en blablabla. Bla bla. Dus dat ging een beetje moeilijk, maar ja, het is ondertussen alweer dag. Snap jullie zelf ook wel, denk ik. En ik wil me ervoor excuseren dat er afgelopen vrijdag geen aflevering online gekomen is van No Limits, maar ja, dat snap je denk ik ook wel, nieuwjaar en van die zaken. We gaan eraan, splash, en inderdaad, er komt geen water. Ik zie hier trouwens allemaal water zitten onderin, hier is het water in. Dus de bak is nog niet helemaal leeg, er zitten nog wat bronnetjes. Maar we gaan dus eigenlijk terug naar boven. En dan gaan we boven een stukje verder varen en dan gaan we daarna splashen en dan komen we achter het gebouw buiten uit. En dan zijn we aangekomen. Laat ik het even ook wel vooruit lopen naar zondag. Jongens, zondag 10 februari. Januari, excuseer. Aankomende zondag 10 januari. Is normaal een stream. Maar die gaat op zaterdag waarschijnlijk door. Omdat ik zondag moet helpen op de E-dag van mijn carnavalsvereniging. Die heeft zondag al E-dag. En ze hebben mij gevraagd als ik wil helpen. Ik zei uiteraard ja. Dus dat zal dan nog niet doorgaan. De week erop moet normaal gezien wel allemaal doorgaan. Dan zijn we de 17e erop. De week erop moet normaal alles gewoon in orde komen. Dus ik zeg nu al, ik zal het nog wel eens herhalen vrijdag in de No Limits aflevering. Of in de Minecraft Challenge. Ik moet me nog even aanpassen aan het nieuw schema. Zal ik het nog eens herhalen dat de stream niet doorgaat. Omdat ik dus op de E-dag moet helpen van mijn carnavalsvereniging. Dus de stream zal op zaterdag doorgaan waarschijnlijk. Normaal gezien moet het geen probleem zijn. Moest er toch nog zaterdag iets gebeuren, dan zal ik het dan eventjes ook nog laten weten. Maar normaal gezien is het geen probleem dat ik hem zaterdag, dat ik zaterdag ga streamen. De games die we gaan spelen of kunnen spelen, die ga ik nog in een straalpot zetten. En dan kunnen jullie daarop stemmen. Dus wat gaat erin staan? Minecraft twee keer dan. Ik heb dus een ding verzonnen dat ik dus ga kiezen Minecraft Disneycraft apart zetten. En ook Minecraft met minigames apart. Dan heb ik nog een aantal andere games. Euro Truck Simulator 2, Farming Simulator heb ik onder andere 15. Wat hebben we nog? Eventjes denken. Warface heb ik. Air Mac Area. Wat heb ik nog?
Ik weet niet precies wat ik nog allemaal heb. Maar dat zullen jullie nog wel zien. Wat ik allemaal kan spelen. Leuk is uiteraard als we Minecraft spelen, kan iedereen sowieso meedoen. Warface kan ook gewoon iedereen meedoen. Dat spel is gratis te downloaden op Steam. Dus Steam, als je Steam hebt, kan je Warface gewoon gratis downloaden. Eurotruck moet je kopen uiteraard. Farming moet je kopen. En Eurotruck heb ik via Steam, dus we kunnen multiplayer spelen. Dat vind ik dan wel leuk. Dus er kunnen ook gewoon andere mensen gezellig meerijden. Ligt er wel aan waar ik zit in de map. Ik weet niet waar ik precies zit nu. Dus dat zullen we dan maar zien. Maar dat is vast voor zaterdag. En ik zal alles op tijd in een strouwpal zetten. En dan zullen jullie dat wel misschien al nu in de beschrijving zien van deze video. En zal dus heel de week in de beschrijving die strouwpal staan voor de stream. Dus dat gaat mijn nieuwe beschrijving ding worden. Dus die moet ik iedere week dan weer aanpassen. Moet ik gewoon de link van de strouwpal even vernieuwen. Komt er allemaal wel goed. Jullie zullen hem wel zien. Ik zal hem sowieso in de comments plaatsen, anders in de beschrijving. Komt wel in orde. Ondertussen zijn we aangekomen. Einde van de rit, dames en heren. Atlantica Adventure. Ja, dit was hem. De Atlantica Adventure. Laat er eventjes overheen vliegen. En dan kunnen jullie zien hoe groot die precies is. Hij is dus eigenlijk het meeste binnen. Maar je komt dus ook hier buiten en dan ga je weer naar binnen, dan ga je daar splashen, maak je hier het rondje en kom je daar uit. Het is een lange rit en ik zie trouwens hier de oude quiz arena staan. Die is dus niet meer in gebruik. Hier kunnen we ook gewoon in nu. Dit is dus gewoon de oude quiz. Ja, de oude quiz. Is wel leuk. Er is dus ondertussen een nieuwe quiz gemaakt. Kijk, kunnen we gewoon hier meteen bij de camera komen te zitten. Dus zo bij de camera en dan ja, dit is dus de oude quiz. De nieuwe quiz is dus als je gewoon warp quiz, dan kom je uit bij de nieuwe quiz. En dit is dus de volledig vernieuwde quiz arena. Ziet er ook veel vetter en mooier uit met een mooi klein Disneycraft kasteeltje gemaakt door Rick. Die heeft dat gemaakt en de Crea, dat is dus dit kasteeltje. Denk ik dan. Ja, dat zei iemand. En ja, hij heeft volgens mij wel gelijk. Rick had dus inderdaad een klein kasteeltje, maar volgens mij is het dat ook gewoon. Maar het ziet er echt veel vetter en mooier uit dan de vorige. Niet de vorige, ja, de vorige was een beetje standaard, laat ik het zo zeggen. Laat ik even bij de status nog een keertje kijken. En kijken wat we hier nog volgende week moeten doen. Ik zie trouwens dat de Peter Panfly nog altijd open staat. Reporten. Eventjes kijken wie die open heeft laten staan. Dus dan gaan we eventjes Hessel roepen. Leroy is misschien, of Vincent is, Robin is misschien eventjes bezig. Hopelijk is Hessel niet AFK. Hopelijk is Hessel niet AFK. Of ja, dan roep ik even Robin. Misschien dat hij wel reageert. Maar iemand heeft dus de Peter Pan Flight laten openstaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, Vips. Sluit een attractie bij het verlaten. Het staat overal erbij. Sluit een attractie voor je weggaat. Eén knopje moet je drukken en de trains die gaan vanzelf weg na 2 minuten of zo. Dan gaan ze gewoon vanzelf weg. Dus gewoon een kwestie van 1 knopje in te drukken. Ja, er komt niemand. Gewoon een kijk, knopje indrukken en dan kan je gewoon weg. Dus laat ik even terug naar de hub. En dan gaan we even kijken voor volgende week. Hebben wij waarschijnlijk de ondergang op het programma staan. En dan gaan we daarna verder met Ratatouille, de Black Pearl, Disney Tour, Wonderworld, van allemaal de Dark Rides. De Indiana Jones, Argonaut, Space Mountain, Robin Hood, Simba, Coaster, de Cars. De Kabouter is weer open, is de Wraak van Jafar en de Stone Slider. En binnenkort de Tower of Terror, jongens, die pre-opening, die ga ik op beeld leggen. Geen paniek, die krijgen jullie helemaal op beeld. Die pre-opening ga ik dus mooi op beeld leggen. En daar gaan jullie nog van horen. Ik weet zelf niet wanneer die precies open gaat. Dus dat zullen we wel zien. Eens kijken als er nog eventueel andere attracties openstaan. De Robin Hood is open, maar die is geopend. Dus ik ga ervan uit dat daar een VIP, ja, daar staat een VIPje. Ik denk dat we klaar zijn, jongens. Laat ik hier voor het kasteel.
afscheid nemen van jullie voor deze week. En als het kasteel de mensen inlaat. Yep, there is. Dames en heren, hartelijk dank voor het kijken naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Is het niet van een, ik zal het wel even seizoen noemen. Van het nieuwe seizoen van Lol en Disneycraft. We gaan gewoon weer verder met iedere maandag dus een aflevering te uploaden. Als je meer wilt, moet je ervoor stemmen in de streampal, in de straalpal voor de stream. Dan kunnen we dus ook Disneycraft spelen, maar lijkt me een beetje stom als we dan zondag Disneycraft doen en maandag Disneycraft doen. Maar dat zullen we dan wel zien. Ik ga het er gewoon inzetten, want er zijn mensen die soms wel vragen, kan je wat meer Disneycraft doen? Dus dan kunnen we bijvoorbeeld ook zeggen, het lijkt, als bijvoorbeeld gestemd is voor heel veel van één game en heel veel van Disneycraft, doen we eerst een beetje Disneycraft, daarna doen we die andere game. Dat kan ook. Dat zullen we dan wel zien. Ik hoop dat jullie er weer van genoten hebben, zoals altijd. Oh, zoals altijd. Hier is iemand. En, zoals altijd dat jullie er van genoten hebben. Wat heb ik nu meer te zeggen? Niks. Mijn standaardwoorden zijn dus altijd. Ik wens jullie nog een fijne avond en graag tot de volgende video. Later!